Dit experiment laat zien wat de invloed is van het ontwerp van een vleugel op de prestaties van een vliegtuig. Je ontwerpt hier de doorsnede van de vleugel, zoals je hier kunt zien. En het beste ontwerp is het ontwerp met zoveel mogelijk lift en zo min mogelijk drag. Je hebt drie eigenschappen om aan te passen. Ten eerste de vleugelkromming, ten tweede de vleugeldikte en als laatste de vliegtuighoek. Als je ontwerp klaar is, druk je op breken scoren. Het vliegtuig gaat omhoog of omlaag en hoe hoger het vliegtuig gaat, hoe beter je het hebt gedaan. Probeer de 100 maar eens te halen. Nee,